Dames en heren, jongens, meisjes, welkom bij een goed nieuwe video. Vandaag hebben we weer wat moois. Ik zal u even moeten teleurstellen, deze video gaat dus niet over Nick. Nee, want voordat ik een soort Nick reactiekanaal word, wat ik absoluut niet wil, dat is echt mijn nachtmerrie. Dat is absoluut mijn nachtmerrie. Plus dat mijn laatste Nick op Hei video gedemonetized is, heb ik dus geen cent aan verdiend. Want ik had ook nog eens geen sponsor. Ik ben in ieder geval echt mijn nachtmerrie altijd. Hebben we nu wat een mooi nieuw iets? Want ik had laatst gereageerd op een NPO-programma genaamd Slaapkamer Dates. Nou, dat vond ik leuk. En dat vonden jullie ook heel leuk. En ik heb nu deze doorgestuurd. Gekregen. De titel is Bart wil graag op de eerste date. Dat vind ik een bijzondere titel. Maar goed, we gaan er naar kijken. Voordat ik verder ga met deze fantastische video, wil ik jullie laten weten over Revolut. Revolut is een bankapp met wereldwijd meer dan 35 miljoen gebruikers en ik ben daar één van. Kijk, die van mij ziet er zo uit. Een rekening open via Revolut is een fluitje van een cent en kan heel makkelijk via de online app. Ook is de standaardrekening helemaal gratis, geen kosten. Nou, dat klinkt als muziek in de oren. Maar dat is nog maar het begin van wat Revolut te bieden heeft. Want bereid je voor, als je nu via mijn link naar Revolut gaat, krijg jij 20 euro op je account. Hiervoor zijn wel uiteraard de algemene voorwaarden van toepassing, dus lees je goed door. Even een paar dingen over Revolut. Natuurlijk kan je met Apple Pay, Google Pay of gewoon met de fysieke kaart betalen. Maar Revolut geeft je ook bijvoorbeeld de mogelijkheid om je budget te controleren. Nou, is dat voor mij wel handig, want ik geef nog wel wat centjes uit, durf ik te zeggen. Dus dat is ideaal voor als ik even op de kleintjes moet letten. Ook bieden ze een analyse van je uitgaven, zodat je kan zien, oké, waar geef ik het meeste geld aan uit en waar kan ik misschien wat geld besparen. Dus je maar ziet van, ik heb wel heel veel geld uitgegeven aan restaurants, dan moet je misschien wat minder vaak uit eten gaan. Nog meer leuke dingen, met Revolut kun je de wereld rondreizen en geld overmaken over de hele wereld. Je kan het wereldwijd gebruiken zonder verborgen kosten en hele goede wisselkoersen. En dat in meer dan 30 valuta. 30, bro, ik ken er 3. Misschien 4. Ook kan je internationaal geld opnemen zonder extra kosten. Je zit wel een bepaalde limiet aan, maar het kan wel. En elk plan wat je hebt, dus standaardplan is gratis, maar je hebt ook betaalde plannen. Er zit steeds een verschil in je limiet. Dus geen stress over je geldzaken als je op reis bent met de Revolutkaart. Daarnaast heb je ook nog Revolut Rewards. En dat is een mooi iets. Als je Revolut gebruikt, krijg je ook kortingen en cashbacks op producten. Ja, fantastisch als Nike en New Balance. Dat is toch geweldig. Je bent eigenlijk aan het besparen terwijl je uitgeeft. Ja, geniaal. Dus mensen, waar wacht je nog op? Ga naar de link in de beschrijving. Open jouw Revolut-rekening en krijg 20 euro. Soms heb ik het gevoel alsof we niet echt in een gesprek zitten. Misschien wel. Oké, dus dit is de gozer en dit is de chick. In een gesprek zitten. Misschien wel, dat we wel meteen moeten beginnen met dan werd er minder geluld. Bro. Wat? Nou, hij is in ieder geval wel recht voor zijn raap, dat is iets positiefs. Voor de rest vind ik dit bijzonder. Beetje schever in de rechter nef, hè? Het is alcoholvrije wijn, hè? Ben jij zo als je nuchter bent? Nee. Dit is slaap. Ik vind het daar zielig. Voor mij, ik zie nu al dat dit een lieve vrouw is. En dit is een hele man. Waarschijnlijk heeft hij een 1-op-1 crypto coach bij Nick op Hei. Dan gaat het toch weer over Nick op Hei. Dat is precies wat ik niet wilde. Koen, dit is precies wat jij niet wilde. Niet eerst eindeloos chatten op een app. Nee. Geen eerste afspraak in een fancy restaurant. Maar een blind date. Gewoon bij je thuis, hatsieflats, zo de slaapkamer in. Even voor duidelijkheid mensen, dit is dus echt een bijzonder programma. Als in, dit is een NPO-programma. Dus er wordt door belastingcenten wordt slaapkamerdates betaald. Slaapkamerdates. Trouwens mensen, ik wil jullie bedanken. Even emotionele muziek. Nee, niet die muziek. Nee, ook niet die muziek. Ik heb de 700.000 abonnees behaald mensen. Daar wil ik jullie hartelijk voor bedanken. Ben je nog niet geabonneerd, sluit zeker een abonnementje af. Dan gaan we richting de 800.000 abonnees. Mijn droom in het leven is om ooit zelf 1 miljoen abonnees te halen. Is dat echt een droom? Nee. Maar ik ga toch wel doen zodat het wel een droom is. We zijn in het altijd bruisende Nijmegen. Nijmegen, ouwe, wat een poepstraat. Slaapkamer van de 20-jarige studenten. Wauw. Een oorkonde. Wat zou op deze oorkonde staan? Wat zou op deze oorkonde staan, ouwe? Met een hartje. Het zou iets van goed doel zijn. Daar kan je eigenlijk geen grap over maken, natuurlijk. Floor, die hard op zoek is naar een gezellige vent. Hey, Floor. Floor, nee. Er zit een camera op de kamer. Oh, wat een vieze camera. Ja, het gaat eigenlijk best wel goed. Ik heb er gewoon heel veel zin in. En ik ben vooral... Floor is 20. Bro, ik ben 5 jaar ouder dan Floor, ouwe. Jezus, ik ben echt oud, man. Benieuwd wie er hier langs gaat komen. Hopelijk je prins op het witte paard. Maar die kale vent, hoe oud is die dan? Die dacht echt, deze zijn allebei 30 of zo. Hij is in ieder geval van plan te openen met een knal. Oh, vandaag een uitgebreid... 24! Bart, jongen! Hoe kan dat nou? Kijk, ik heb geen goede haarlijn, dat weet ik ook, mensen. Dat kan nog gefixt worden. Bij Bart, je bent 24. Je bent nog kale Milo. Ik wist waarheen dat dit kon. Bij de DJ set om het feestje totaal aan te maken. Ik ben Mr. Maestro als DJ. Mr. Maestro als DJ. Dus PR kan hier nog aan werken, moet ik zeggen. Ik hoop dat het een spontaan meisje is. Dat ze ook mij aanstaat. En dat we vandaag een hele leuke dag gaan hebben. Wat? Bro komt aan met een DJ-set. Dat is echt verschrikkelijk, man. Dan zou ik iemand gelijk de deur wijzen. Dat is echt verschrikkelijk. Je weet hoe laat het is, Bart. Partytime. Partytime. Hallo. Hi. Hi. God, nou. Zal jij de deur in huis vallen? Hi, Bart. Hi, Paul. Hi.
Hi. Gezellig. Ja, leuk. Leuk dat je er bent. Als je wij mee, dat is vriendelijk. Dat is aardig. Een wijntje voor je meegenomen. Wat een luxe, dankjewel. Hé, hey, we hebben een gezellig feestje vandaag. Daarvoor heb ik iets in petto. Oh okay. Jezus, hij gaat heel die kamer verruineren. Hij gaat heel de kamer ruïneren met de confetti. Dat is voor zometeen. We gaan eerst even de boel opzetten. En wil je ondertussen ook eens drinken? Nou, leuk, gezellig. Ja. Alsjeblieft. Op de gezelligheid vandaag. Op de gezelligheid. Hij is alcoholvrij, zie ik, dus... Oh, echt? Dat meen je niet. Dat is echt. Dat meen je niet. Sorry. Jij dacht, oh, ze vragen mijn ID niet. Ik denk, dus, normaal vragen ze het wel, hoor. Ja, ik geloof het in. Bro. Bro, deze guy, ouwe. Hoe ben je? Ik ben 24. Ben jij? Ze geloven het niet. Ze zijn 24 en zo kaal, dat kan haast niet. Want ik kijk de bankste video's en Milo, die is ook 24 en die is minder kaal. En ik ken niemand die kaal is dan Milo. 20. Oh, 20. Komt er ineens een gast van 24 bij jou langs? Ja, kan je zeggen, het is niet de eerste keer, maar... Hey, ik vind hem wel fattig, man. Eens me helpen. Nou, als jij deze stekker even in het gaatje wil steken, ik weet niet of dat lukt nog vandaag. Stekker in het gaatje. Jezus, ouwe. Oh my god. Luister, vriend. Je moet niet zo snel over seks beginnen. Dat is echt een afknapper, man. Hello. Dat moet je niet doen. Ja, dit is leuk. Dit is leuk. Oh, dit is echt verschrikkelijk, man. Dit is echt verschrikkelijk. Dit is echt verschrikkelijk, verschrikkelijk, verschrikkelijk. Het begon echt als een feestje en ik dacht, nou, deze date wordt echt een dikke pak. Die moet daar kijken, maar ze hebben Milo getekend. Hey, Milo, joh! Oh, oh, nee, oh, nee. Oh. Ja, dit is vreselijk! Oh, verschrikkelijk. Wat een enge vent, man. Wat een enge vent. Bro, die buren, ouwe, die zijn echt niet blij, ik weet het zeker. Oké. Okay. Nou, ga meteen zo even voorstellen. Zo. Jezus, 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 Jezus. Oh mijn god. Broer, doe even normaal. Ik weet gewoon niet waar ik kijken moet. Ik vind het zo ongemakkelijk. Ik durf ook niet verder te kijken om haar ergens te zien. Oké, okay, we gaan het toch doen. Ja, gaan we nou neuken of niet? En toen dacht ik, doe eens even kalm. Daarvan... Ja, inderdaad, doe eens even kalm. Precies dat. Doe eens even kalm, gozer. Ja, dat was echt een knaller van de binnenkomer. Misschien iets te overweldigend, maar wel grappig. Ja, dat vond ik echt vreselijk. Dat is echt een dikke afknapper. Ja, hè, natuurlijk is het een dikke afknapper. Doe even normaal, man. De vraag is, als jij mij op straat tegen zou komen, zou je mij dan aan mijn stropdas trekken, zeg maar? Nee, dat denk ik niet. Oh. Nee, maar meer omdat je lijkt, wat ik zei, van je lijkt niet een type... Waar ik eerder mee heb gedaten, waar ik eerder mee op stap ben geweest. Als ik in de stad zou zien, zou... Ze valt op. Somaliërs. De mens is anders, hè? Mm-hmm. Kijk, een andere gast, die zou zeggen... Ja, als ik op zo'n date zou zitten, zou ik meteen... Zeg maar. En, ja, hallo... Bro, wat lult hij allemaal? Wat is dit? Wat, hè? Bro, waarom heeft hij het zoveel over... Heb je een probleem of zo? Jezus. Maar, als je op zo'n date zou zitten... Zeg maar. En, ja, hallo... Maar als je op zo'n date zou zitten, ja. Dan is het leuk dat je dat meisje dan hier gaat verleiden. Maar het is ook leuker om het zeg maar gewoon normaal te doen met z'n tweeën. Dus bro, hij is echt knettergek. Als in oprecht. Maar grijp even in of zo. Waarom grijpt hij niemand in? Dit is toch raar? Gewoon leer elkaar eerst kennen. Mocht het echt zo zijn, ja. Dan Maar nu gaat hij ineens. Ja, hij is bipolair. Hij moet bipolair zijn. Schiet je overheen. Hij heeft 8 persoonlijkheden. Hij is Bart, maar soms komt Bert even binnen en Bert die wil alleen maar. En wat heb je opgegeven dan? Want ik ben wel benieuwd waarom ze ons gematcht hebben. Ik heb eigenlijk gewoon aangegeven: ik wil een leuk, spontaan meisje. En ja, verder, ik zoek die klik toch wel altijd met iedereen. En ik ben toch altijd met iedereen wel heel sociaal en ben altijd wel op pad. Dus met mij zal dat er wel goed komen, zeg maar. Oké, okay, knap. Al is het type wat ik zoek, maar voor mij ook nog niet eens duidelijk. Het type meisje wat je opschrijft is heel algemeen. Breed, hè? Ja, breed. Ligt het dan aan de meiden die er voorbij komen? Ja, of ligt het aan jou, hoe jij bent op date? Ja, ik ben best wel kieskeurig, ja. Best kieskeurig, ja. Bro, je was 1 seconde binnen en je zei... Laten we gaan. Ik maak me niet druk om de meningen van iemand anders, maar ik geef er wel heel veel om. Dus daar zit wel een verschil tussen bij mij. Communicatie gaat niet helemaal lekker. Hij wil geen inrichtingsverkeer, maar ik heb wel het idee dat het van zijn kant juist heel erg is. En dat hij toch een soort van plaat voor zich heeft. En daarom is communicatie nog steeds de key. Communication is key. Ik vind haar wel fattig, man. Hey, shout naar. Ik heb heel lang antwoord op deze vraag gegeven. Ja, ik ben allemaal heel tijd aan het lullen, zeg maar. Ja, oh, daar had ik niet. Nee, daar had je nog niet door, hè. Ik ben heel de tijd aan het lullen. De communicatie heeft nog wat oefening nodig. We zijn al 1 uur en 1 kwartier bezig en er is nog steeds niet genoeg. Bert, wat ben je aan het doen, man? En mij lijkt het leuk om een kaartje voor je te trekken. Als iemand anders. Bro, waarom slaap je op een matras, ouwe? Dat is toch niet lekker voor je rug? Even Yusu. Kom even liggen. Oh, hij zegt kom even liggen.
spanning. Oh, daar valt een kaart. Er staat, je kunt je misschien verdrietig voelen alsof je hart gebroken is. Sta jezelf toe te huilen en verdriet te hebben, maar weet dat wij engelen op dit moment bij je zijn. Nu zal het verdriet dat je voelt misschien nieuwe inzichten voor je invullen. Ik kan je inspireren om een bepaald project dat je hebt uitgepakt. Oké. Dus, maar... What the fuck? Dit zou ook echt een zieke afknapper zijn, man. Nou, als ik hem was, als ik Bertje was, zou ik ook niet meer... Wat is dit voor onzin, man? Een heel verhaal, jongen. Dat wat er een kaart viel. Besef dat als ik dit spel zou spelen, dan zou er nooit een kaart getrokken worden. Want over het algemeen kan ik gewoon kaarten schudden. Dus bij mij valt er geen kaart. Als je gewoon kaarten kan schudden, valt er geen... Waarom valt er een kaart? Wat een ongelofelijke onzin is dit, zeg. Oh, een soort sterrenbeelden. Sterrenbeelden! Wat een meme is dat dan? Dat is dan zo'n meme? Oh, ik ben een tweeling. Oh, dan ben je een sociaal persoon, maar je hebt wel de AIDS. Ja, dat is de, heb ik dus. Dat is vervelend. Ik vond zeg maar met een hart gebroken. Ja, je kunt je gebroken voelen. Oh, gebroken. Heel gewoon gebroken voelen. Ja, ik wil zeggen. Ik zal heel eerlijk zeggen, ik voel er eigenlijk niet zoveel bij. Het loopt zoals het loopt. Dit is voor mij echt twee Brabanders op date. Voor mij gaan alle Brabanders dates zo. Even iets anders. Oh, even weer iets helemaal. Even iets helemaal anders. Ja, want wat belangrijk is, is bij het zoeken van een vent, is die wel handig? Oh, natuurlijk ben je. Ja, ben je handig? Ik had iets gekocht, maar ik ben dus helemaal niet goed om dingen in elkaar te zetten. Een ladder in elkaar zetten. Nou, maak open. Als je snapt, als dit niet lukt, dan is het meteen klaar. Wat, dit is 3 minuten werk. Ik laat het lekker aan jou over. Oh, jezus. 3 minuten werk. Nou, succes. Oké, dit is wel stevig. Ja. Ja. Nou, ik krijg het gaatje niet gevonden. Nee. Oh, wat verschrikkelijk. Hij gaat er wel in, maar het is niet... Beetje scheef was prima. Beetje scheef erin, de rechter neffen. Oh man, dit is echt verschrikkelijk. Jij zegt het, ik denk het, moet je dan zeggen. Ja. Ik voel je gewoon denken. Ja. Kanus, ouwe. Oh man. Ik heb 2 tegelijk. 2 tegelijk erin. Beetje foute grapjes. Bro. Ik hou van humor, maar het is gewoon een beetje vulgair. Ja. Beetje vulgair? Alcoholvrije wijn, hè? Ben jij zo als je nuchter bent? Nee. Het is maar goed dat hij alcoholvrije wijn heeft opgedronken, kan hij meteen in de auto naar huis. Oeh. Moet er nog even, hè? Een grote bende maken vandaag. En je mag zelf gaan stofzuigen, want ik ga dat niet opruimen voor jou. Dus... Oh mijn god, dit loopt helemaal uit de klauwen, man. Hoezo niet? Jij hebt zelf die troep gemaakt. Dit was op zich wel grappig. Het is wel leuk om te doen, ook om date. Laat je ook wel weer even samen. Bro, dit zijn van die gasten die dan zeggen van, ja, ik vind mezelf echt een leuk jas. Ik snap niet hoe het kan dat ik geen vriendin heb. Ik ben hartstikke sociaal, ik ben hartstikke lachen. Nee, ik ben een hork, vriend. Nou, die is goed aan het werk gezet. Als bedankje gaat Floor eten maken. Het zou even heel eerlijk zijn. Deze gast praat zo fucking veel. Maar ja, we gaan daar gelijk even eten en dan misschien... Tijdens het eten kan je niet zo goed praten, dus dan is het misschien wat rustiger. Ja, maar ik zit een beetje dat ik denk... Nou, dat is even afwachten tot de timer afgaat. Oh, wat heb je gemaakt? Het is nog steeds verrassing. Okay. En heb je nog met iemand gebeld? Of... Ja, ik heb net heel eventjes jouw vrienden gebeld. Ja, ik heb net ook een vriendin gebeld. Oh. En wat zeg jij tegen jouw vriendin? Nou. Dat er nog niet echt romantische klik is en inderdaad dat... Ja, soms heb ik het gevoel alsof we niet echt in een gesprek zitten. Nou, meer in een soort van interview, dat ik een vraag stel en dat ik een heel lang antwoord krijg. En dat ik denk, oh, maar we zijn niet echt meer in gesprek of zo, snap je? Oké, zo. Oh. Maar je kan zelf ook een gesprek sturen. En als je mij iedere keer aan het woord laat, vind ik dat wel weer een beetje teleurstellend. Ik vind communicatie een keer, zei uit zoiets. Als ik een euro kreeg voor elke keer dat deze gast me aankeek, kreeg ik 50. Ja. Het eten is klaar. Het eten is klaar. Oh, daar even een plaatje. Zal vandaag zelf de slingers wel ophangen? Yes. Ik ben met de entourage, spend mijn salaris. Trouwens, dames en heren. Wil je nou jouw vriend helpen omdat hij ook niet aan de vrouw kan komen? Heb ik goed nieuws voor je. Ikwordegoed.nl verkopen tegenwoordig Tinder Premium. Een stuk goedkoper dan via de app. Koop het via Ikwordegoed. En geef het aan een vriend van je of gebruik het lekker zelf. Tinder Gold kost maar €12,85. €12,85 voor Tinder Gold. Geen geld. Jij zit er eenmaal in. Daar kan je nog geld vragen hiervoor. Nee, je bent gek. Hey Jacob, misschien kunnen we de date leuk afsluiten met een liedje, als dat mag. Oh. Nou, ik hoop dat je dit ook lekker vindt. Want vanwaar jouw input ineens? Een grappig nummertje in mijn hoofd. Oh, je had gewoon een grappig nummertje in je hoofd? Ja. Wat is het? Goodbye ofzo? Ja, ik voel haar ook niet helemaal, man. Ik ben eerlijk met je. Maar hem echt nog veel minder. Gaan we hiermee afronden, denk ik, hè? Ja, leuk. Knuffeltje?
Ja, nee. Jij zei... Een klein knuffeltje. Nee, dat wil ik niet. Nee? Oh. Nee, we doen een box. Oké. Okay. Oeh, kanus. Oh, man. Kamerdate. Geef je dan nog? Ja, stofzuiger. Oh. Dames en heren, dit was verschrikkelijk. Dit was echt verschrikkelijk. Bart, als je dit kijkt, doe even een klein beetje iets aan je gedrag. Dit kan oprecht echt niet. De enige mensen die dit leuk vinden, zijn echt verschrikkelijke mensen. Dus als je zo doorgaat, dan eindig je ook met een verschrikkelijke chick. En dat wil je echt niet. Auw, mijn neus. Het gaat weer. Ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video. Abonneer op mijn kanaal. En dan zie ik jullie de volgende keer weer bij een gloednieuwe video. Doei!